Hallo allemaal en welkom bij het YouTube-kanaal van Crypto Benelux. Leuk dat jullie allemaal weer ingeschakeld zijn om aanwezig te zijn bij deze nieuwe Bitcoin en Ethereum update. Ik hoop dat jullie weer leuke inzichten extra gaan krijgen uit deze video's en er ook weer wat van leren. Zoals altijd moet ik even aangeven dat deze video geen financieel advies is, maar puur voor educatieve doeleinden ervan is. En daarnaast wil ik ook eens aangeven van kijk ook eens eventjes op onze andere kanalen, hè, zoals het Telegram kanaal, om mee te doen aan de poll voor de altcoin updates die ik later deze morgen zal gaan maken. Op onze website waar je een hoop nieuws kan vinden over nieuwe munten, reviews van exchanges en gewoon het laatste nieuws. Dus dat is ook zeker interessant. Nou, daarnaast heb ik ook nog een Twitter en een Facebook die mogelijk al bekend zijn bij jullie. Dus kom daar ook eens een keer kijken en dan kan je nog wat meer informatie bij Crypto Benelux vandaan halen. Zonder verder oponthoud gaan we dus nu beginnen aan de analyse. En we beginnen zoals gewoonlijk met de Bitcoin USDT pair. Hier hebben we de Bitcoin USDT pair op de weekgrafiek als eerste er even bij gepakt. Interessant is om eventjes vandaag om even in de gaten te houden. Zowel de maand sluit vandaag af als het kwartaal sluit af, dus ook de quarter contracts, hè, die waar mensen op handelen, die lopen af. Dus mogelijk gaat dit wel iets spectaculairs of in ieder geval een grote move teweeg kunnen brengen op de Bitcoin koers. Op dit moment zit de Bitcoin nog steeds binnen zijn channel waar het je eigenlijk al een week of 5-6 in zit. Dus rond de onderkant zit, op dit moment zou ik de onderkant zeggen rond 28.850. Die is ook al te zien als een goede plek waar nu dus support zit. Daar is hij afgelopen week wel heel hard op teruggekomen. Hij is hard gezakt en daar is hij ook echt goed weer terug naar boven gekomen. Ja, ik had hem zoals vorig jaar hier wel iets lager verwacht, omdat hij dan die liquiditeit hier die hier tussen zit nog zou gaan vullen. Dat heeft hij niet gedaan. Wie weet gaat hij dat alsnog doen, durf ik nu nog even niet te zeggen. Kijken we dadelijk even verder op de daggrafiek. Wat ik wel opvallend vind, is een belangrijk punt om in de gaten te gaan houden, is eigenlijk de onderkant hier. Dat is die 35.000 ongeveer. Je ziet dat de weekgrafiek eigenlijk hier nooit, de candles hier nog niet ondergesloten zijn afgelopen weken. Een belangrijke indicatie voor mij is om hier een richting uit te geven, of in ieder geval een eerste voorbode op een richting zien. Als de weekcandle hieronder gaat sluiten, dan heb je een grote kans dat we echt wel lager gaan zien. Want het is nu elke keer zijn het alleen maar wicks geweest. Als hij hieronder gaat sluiten, betekent wel dat de bulls minder hun best doen om de prijs daarboven te houden. Ik hoop dat hij hem hierboven houdt. Ik zie liever dat de Bitcoin natuurlijk naar boven gaat uiteindelijk. Daar hebben we allemaal mee staan. Dus dit 35.000 is een belangrijk level om vast te houden. Nou, daaronder de bekende 32.000. Die ik in de gaten hou. Die komt ook, hier zit de 55 EMA. Die komt daar ook in spel erbij. Dus we hebben hier deze regio die EMA gaat meedoen als support. Dus die wordt wat sterker. En ook de RSI zien we dat hij hem op heel erg zijn best doet om hem uit de bear zone te houden, zeg maar. De fan-out van de RSI. Dus dat zijn de snellere RSI's die je hieronder eigenlijk ziet. Die wordt al iets kleiner. En ook de MACD kruist wat terug. Dus als ik nou even naar de weekgrafiek krijg, lijkt het erop dat de bulls wat meer kracht krijgen. Daarvoor moet hij wel, om echt doorgang te krijgen, moet hij op de RSI wel de 50 verbreken en de 12 EMA weer als support gaan zien. En dat betekent dus dan gelijk dat hij ook die 35.000 als support moet houden. De daggrafiek. Nou, hier zie je ook goed het channel waar hij eigenlijk tussen aan het bewegen is. Nou, ook hier zien we nu. Hè, bij mij vorige week hadden we nog niet. Maar hier is de dead cross aangegeven. Nou, ik gebruik de 55 EMA in plaats van de 50. Dus dat, daarvoor is hij waarschijnlijk ook iets later. Dus verder is het net wat je prettig vindt om te gebruiken. Er zijn ook mensen die een andere indicatie aanhouden voor dead crosses. Ik hou hem hier even op. Wat we verder nu zien inderdaad is ook wederom weer die 35.000. Hè? Dus op de daggrafiek is hier een keer doorheen gegaan. Een paar keer is hij er doorheen gegaan. Nu komt hij weer boven.
Een aandachtspuntje wat ik wel interessanter vind op daggrafiek, en die zien we dadelijk op de 4-uur grafiek ook wel, is dat we hier eigenlijk een soort structure hebben gemaakt. Hè? Dat is die 35.000. Hè? Hij maakt hier en eigenlijk een support en resistance level is het geworden. Dat was eerst een structure waar hij hem op bleef houden. Hij heeft hem nou een paar keer gehad, gebroken terug, getest, weer doorheen, weer terug getest en weer naar boven. Dus het logische gevolg zou zijn dat hij nu dus die 35.000 als support gaat zien. Nou, dat is niet onwaarschijnlijk. Alleen waar hij dan wel even op moet letten is dat ernaast de 50, hè, want de 12 in maart gebroken op de RSI, dat hij de 50 RSI moet breken, maar ook een lange termijn trendlijn die hier loopt, de downwaartse trendlijn, die helemaal terugkomt vanaf hier. Ik zal even wat uitzoomen om het heel duidelijk te maken. Dus eigenlijk helemaal vanaf hier, vanaf het punt dat hij hier zit, en van 21 januari, van 9 januari, is er een downwaartse trendlijn op de RSI te zien. Als hij deze gaat breken, tezamen met het behouden van de 35.000, net op de weekgrafiek ook zagen dat er indicatoren wel staan dat ze boost willen gaan worden, dan verwacht ik wel een sterke move naar boven. En dan is die 42.000, ja, die is wel in bereik. Dan zien we hier, even voor het gemak, de bodies die ik vaak gebruik. Nou, die 40.500 is een eerste om in de gaten te houden. Dus mocht je hier een trade willen openen, dan zou ik sowieso al winst pakken op de 40.500. Dan zou ik al een deel eruit gaan halen. Ook omdat het feit dat daar de 200 EMA en de 55 EMA bij elkaar lopen. Dit gebied hier. En dan heeft hij hem hier gebroken. Dat zou waarschijnlijk ook een impuls zijn tot aan het bullish zone, zeg maar, van de RSI. Dat hij dan heen gaat. Dus wat hij dan eigenlijk zou gaan doen, als hij hem doorheen breekt, hè, zijn break testje, dan gaat hij hier daar naartoe. Dan is hij hieruit zo. En dan zal dat op deze grafiek een beetje dit zijn. Die hier waarschijnlijk gaat rondhangen. En misschien daar. Eens even kijken. Dat zou het bullish scenario zijn. Ja, het bearish scenario is, hè, is een close onder de 35.000. Dus dat is hier een close hieronder. Dus terug tegenaan en weer doorzakken. Ja, dan is het inderdaad. De onderkant hier zit rond 31.500. En dan de 28.850 die je in de gaten moet gaan houden. Dat zijn de twee laatste zones. Ja, als je daaronder gaat, dan hebben we nog 26.200. Maar dat zou eventueel nog een bearish idee kunnen zijn. Heel even kort 4 uur erbij. Omdat ik dit had gezien zelf op de 4 uur grafiek. En hier zit een orderblok waar hij nou momenteel in zit en er ook niet doorheen komt. De orderblok is eigenlijk al hier al gevormd, hè, in dit gebied. Eigenlijk zit je hier tussen twee levels in. Dus tussen de 34.600 en de 36.500. Dat is eigenlijk een gebied waar die, wat je eigenlijk als een orderblok kan zien, waar die elke keer in consolideert. Hier heb je een blokje, hier heb je een blokje, hier heb je een blokje. Nou, weerstand erop. En nu zit hij weer in. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij nou hier weer een blokje gaat maken. En daarna zijn beslissing gaat nemen of hij naar boven gaat pakken of naar onder. Wat samen gaat vallen met het sluiten van het kwartaal en de maand. Ja, de 200 EMA gaat hier als weerstand. Een positief signaal op de EMA's is dat de 8 en de 21 EMA boven de 55 zijn gesloten. Dat is voor mensen die EMA's treden, is dat een signaal om te gaan zoeken naar een entry. Maar dat is op de 4 uur, dus dat zal een korte termijn entry zijn. Dat zou dan een trade zijn die, waar je eigenlijk hier de onderkant zou willen pakken. Dus een instap zou willen gaan maken rond de 34.650. Dus deze onderkant in dit blokje ergens. En dan zou traden tot aan de bovenkant hier. Dus wat hij eigenlijk net ook heeft gedaan. Waarbij je dus, misschien dat hij hem al heeft gepakt hier, maar dat hij hem hier naar beneden gaat. En dan naar boven. En dan zou dat je trade setup kunnen zijn. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, ik pak hier een entry. Ik ga er hier weer uit. Dan heb je een 5,75%. En je stopt los, afhankelijk van wat je zelf prettig vindt. Maar je zou hem onder die wix kunnen zetten hier. En om iets minder risico te pakken, zou je hem nog wat lager kunnen zetten. Maar dan zit je al in dit orderblok. Dus dat wordt al een lastig. Dus als hij eigenlijk hier doorheen gaat, dan is hij niet meer valid. Dan is de trade niet meer valid. En dan wil je eigenlijk ook gewoon dat je eruit bent. Want dan ga je kijken of je op een lager moment een entry kan pakken.
Dit is hem eventjes voor de Bitcoin. Dan stappen we nog even over naar Ethereum. Ook de USDT-pair. En dan gaan we ook hier heel even kort naar de weekgrafiek. Nou, dan zien we dat Ethereum de 19.000 en, of 1933, dus 1930 voor het gemak, dat hij die al als een goede support ziet en daar ook wel netjes afbounced. De RSC die zit nog boven de 50, dus hij pakt de 50 nog als support. Wel de 12 eenmaal boven zich. En de MACD die is ook nog niet, is ook nog wat, is ook naar beneden aan het lopen. Dus de weekgrafiek op de hoofdlijnen. We moeten de indicatoren zijn nog niet bullish aan het draaien, dus dat is nog eventjes afwachten wat hij gaat doen. Hij is ook niet overtuigend bearish, dus hij zit hier gewoon in een gebiedje waar ik verwacht dat hij hier eigenlijk een beetje uit gaat vlakken. Ja, als Bitcoin op zijn close van de kwartaal en maand hard reageert, dan gaat Ethereum natuurlijk mee. Die zal ook reageren de kant op. Dan is het goed in de gaten wat hij rond dit level gaat doen. Of hij naar boven treedt. Nou, als hij naar boven treedt, dan is het de 2700 die je in de gaten moet gaan houden. Als je naar beneden treedt, is het de 1383 die je in de gaten moet gaan houden. Daggrafiek. Nou, we kunnen op de daggrafiek zien. Dan zien we dat we ook hier eigenlijk een soort structure hebben gemaakt. En de onderkant hier. Nou, deze is wat minder mooi als de Bitcoin. De Bitcoin lag die mooi gelijk. Deze bovenkant lag mooi gelijk met de structure. Nou, die zit hier wat tussenin. Maar ook hier zie je een soort waveform. Hè? Een lower low, waarna hij zijn swing high van deze weer gebroken heeft. Dus voor mij een logisch vervolg zou zijn, is dat hij na de rejection hier op de 2260 ongeveer. Ja, dat is dit level hier. Die hem reject, dat hij nog wat terugzakt richting de 200 EMA of richting die 2040 in dit gebied, zeg maar, dat hij hem daarna terug gaat zakken. Dus dit gaat doen. Ja, hij heeft wat weerstand van de 50 RSI, wel 2,5 EMA boven zich en de MAC die loopt ook wat op. Dus mijn eerste inzicht zou zijn dat we wel naar boven gaan. Dus dat we een stukje bullish momentum hebben aan het creëren zijn hier. Dus dat hij dan dus hier gaat testen. Wat misschien zelfs wel mooi uitkomt met een Fibonacci level. Nou, niet helemaal. Kijk, dit is het eerste waar je moet hebben. Nou, die de 0.618 valt een beetje samen met de 200 EMA. Dus dat zou op zich een leuke plek kunnen zijn om een entry te pakken voor een long als je hem daar houdt. Dan zou je hem kunnen traden tot aan, ja, als eerste instantie tot dit blok hier weer waar Tim hier heeft gehad. Dus eigenlijk gewoon deze high en daar iets onder blijven zitten. Dus dat zou rond de 2200 zijn. Dan zou je hem daar kunnen pakken. Dus dat zou er dan, als je een entry pakt, zou je hem over hier kunnen pakken, je entry. Nou ja, je stop los. Maar even kijken, het ligt er echt heel afhankelijk van jezelf vindt. Jezelf fijn bij trade, of je hem echt onder die wick wilt zetten of niet. Ik zou hem zelf onder deze candle zetten. Want als je hem daaronder gaat sluiten, dan is hij toch weg. Dan zou je hem hier kunnen traden. Nou ja, je ziet een RR van 1,42 vind ik niet de moeite waard om een trade te pakken. Dus dan zou ik lekker zeggen van ik wacht lekker eventjes en kijk verder of ik ga naar een lagere timeframe. Nou, dat is een mooi bruggetje. Pak er even een lagere timeframe erbij. Dan ga ik even naar de 4 uur te gaan. Kijk wat we hier zien. Nou, hier zien we ook dat hetzelfde als bij de Bitcoin. Dat de 8 en de 21 EMA de 55 hebben gekruist. Dus eerst een bullish signaal. Hier zie je wel beter de structure dat die gebroken is. Dus eigenlijk deze lijn hier, die blauwe lijn die we hier al zien van een leveltje. Nou, je ziet het nou wat minder duidelijk. Ik zal er eventjes de naam bij zetten. Kijk, dan zie je dus, hij heeft hem hier getest. Twee keer is er doorheen gebroken en gaat naar boven. Hij heeft hem nog niet netjes teruggetest. Dus eigenlijk bijna een directe getest hier. Maar is nu zou je verwachten dat hij hem netjes terugtest. Alleen er zit nog een leveltje tussen hier. Van de dag dingen. Nou, die vind ik zelf op de 4 uur heb je er niet zo heel veel aan, zie ik. Zo even achterwege laten.
Ik ga hem hier even weghalen. Zo. Dan kun je beter kijken naar de 22.260. En deze breker die er nou staat rond 2040. Dus dit zou het eerste punt zijn waar ik hem eigenlijk terug zou willen zien om een goede entry te kunnen maken. Waarom? Nou, dan kan je hem hier je zetten pakken. Stoploss daaronder en dan kan je hem tot hier treden. Nou, laat hem hier treden. Zelfs als je hem niet helemaal bovenin pakt, zit je nog op een RR van 2. Dus die is veel interessanter om te pakken. En logischerwijs zou hij hem hier houden omdat hij hem nu naar een vulling heeft gebroken. Dus als je kijkt naar de marktstructuur, heeft hij een lower low neergezet en een lower high. Daarna weer een lower low. Dus veel mensen denken van in dit geval van oh, we gaan lager. Dus we hebben een structuur doorgezet van dat we short zou kunnen pakken. En daarna breekt hij hem. Door een high neer te zetten na deze. Dus nu verwachten we hier in deze regio een higher low. Wat dan ook een eerste instap zou kunnen zijn voor een long entry, zoals ik hier net heb aangegeven. Ja, als je die niet houdt, dan zou het weer een boeltrapje kunnen zijn. En dan zouden we verder naar beneden gaan. Al verwacht ik dat in de eerste instantie niet. Ik verwacht niet dat we veel lager gaan. RSI staat er op zich ook nog netjes bij. Die is nu wel wat even door de 12-1 aangezakt, maar lijkt wel te bouncen. MACD kruist ook wel lichtjes, dus het is even in de gaten houden. Maar ja, dit heb je nodig, dat hij wat zakt om een mooie retest te maken op dit level van het 2040. Dus ja, dit is het eventjes denk ik. Ik ga er niet veel meer aan toevoegen. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk hebben jullie er wat van geleerd. En wat inzicht gekregen van hoe je eventueel een trade zou kunnen opzetten op de Bitcoin en de Ethereum koers. Nou, als jullie het een mooie video vonden, graag eventjes een likeje achterlaten. Abonneer je op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En zet het belletje aan, zodat je als eerste erbij bent als er een nieuwe update geplaatst wordt. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en luisteren en tot een volgende update.